zijn vandaag hier voor de opnames van de kine-oefeningen voor onze bewegingsapplicatie voor personen met de ziekte van Bechtra. Je mag langzaam je twee gestrekte armen opwaarts en achterwaarts bewegen totdat de armen de grond raken. Wel, op dit moment zijn Sarah en Sabrina kine-oefeningen aan het oefenen, die we zo dadelijk gaan opnemen om dan te verwerken in de mobiele app. Door de multidisciplinaire samenwerking hopen we een app te ontwikkelen die toch wel goed aansluit aan de noden van de mensen met de ziekte van Bechtra. In de lessen maken we allemaal mobiele webapplicaties en mobiele applicaties voor smartphones. En dit project, mijn bachelorproef, is eigenlijk een hele mooie opvolging van de lessen die wij in school gezien hebben. Het multidisciplinaire aspect binnen dit project zit voornamelijk in het feit dat studenten gezondheidszorg expertise hebben rond de ziekte van Bechtra in het algemeen, die de ICT-student niet heeft. Maar de ICT-student heeft natuurlijk wel de expertise rond de programmatie van de mobiele app. En de wisselwerking tussen beide resulteert dan in een applicatie op maat van de eindgebruiker.